Uw kortfilm. Wat kun je erover zeggen? Het is een paramilitaire operatie in de jaren 70 die effectief is doorgegaan en heeft resultaat opgeleverd en wij hebben daar een kortfilm van gemaakt. Maar buiten dat het in de jaren 70 is en paramilitair, kan ik er helaas niet zoveel over zeggen. Omdat, ja. Ik heb het samen geschreven met Niels Snoek, mijn compaan, collega. En we gaan het ook samen regisseren. En ik ben ook de producent. En de acteur? Ik heb de 4 beste acteurs van Vlaanderen kunnen strikken. Tussen 30 en 40 jaar. Helaas kan ik die namen ook nog niet noemen. Ze zijn te goed. En, ja. Maar er zit een verrassing bij van het kaliber John Travolta in Pulp Fiction. De 4 beste acteurs van mannelijke beste acteurs van Vlaanderen. Tussen de 30 en de 40 jaar. Dus Iwijn Segers en nog 3? Oké. Ik zit er zelf ook in. Ja. Maar niet in de hoofdrol. Maar de andere namen zijn uiteraard exclusief voor cinevox.nl. Nee, .nl. cinevoxnl.be. Nee. cinevox.be/nl. cinevox.be/nl. NL. Ja, altijd toch maar een grapje, hè. Altijd een grapje ertussen. Ja. Het is wel een serieuze film, hè? Het is een serieuze film. Het is ook een serieus project. Even voor de duidelijkheid. Maar meer, ja, dat is al veel, hè? Maar Cinevox krijgt uiteraard de 3 andere namen in september als eerste te horen. Wanneer film je? Eind september. Op een geheime locatie, uiteraard. In de Westhoek. Ja. Die heel groot is, dus ja. Nee, we hebben daar een beetje geluk mee gehad dat de locaties vrij dicht bij elkaar liggen. Want uiteraard, een kortfilm is geen big budget, maar je hebt wel een budget nodig. Maar afstanden en tijd zorgen ervoor dat het haalbaar is. En daar hebben we geluk mee gehad, dat onze locaties, toch een 5-tal, in een straal van 15 kilometer van elkaar liggen. En wat zoek je nog? Kunnen we helpen? Ik ben nog naar 1 locatie op zoek en dat is een oud café uit de jaren 70. Dat mag niet te veel verklappen. Ja, dat eruit ziet als de jaren 70. En dat misschien ook wel een beetje aangekleed zal worden naar de paramilitaire stijl, zo zal ik het noemen. Dus cafés die er zo uitzien en die ook nog eens communicatief zijn. Het is te zeggen waarmee te onderhandelen valt. Die kunnen mij contacteren via de Facebookpagina van de Makers Van, die zo meteen online gaat. Van de Makers Van, in Facebook, en dan kom je daarop terecht.